Vorige keer bij Cornuit legt uit. Dromen zijn boodschappen uit de diepte. Jaap? Hé. Hallo, Jaapie. Hé, ik was even weg. Ja, ik merk het. Ja. Ja, nou ja, kijk, ja, mijn leven is niet perfect natuurlijk. Nee. Maar ja, volgens mij heb ik er wel vrede mee. Ik ben heel erg misselijk, ik moest daar iets overgeven. Oh, hebba. Ja, maar dat ken je helemaal niet, want we moeten uitzending maken. Wil jij dat ook? Ja, en ze hebben een achtbaan gebouwd in de achtertuin. Ja. Oh mijn god, ik ga gewoon een bom leggen onder die achtbaan bij de buren in de tuin. Nee. Die hebben er geen last meer van. Je moet niet zo flauw doen, hè, zo'n beetje geluid. Ja. Dat is ook niet zo erg. Nee, hè? Joh. Ja, maar... Nee, joh. Ja, dag, we zijn van de politie. Oh. Ja, we hebben begrepen dat u een bomaanslag aan het voorbereiden bent. Oh. Komt u maar even mee. Ja, dag. Ja, dag. Houdoe, Jaapie. Naar de mazzel. Oh, ja, maar nee, maar... Cornuit legt uit. De podcast van Wakker Nederland. Hier is jouw presentator, Jaap Cornuit. Jaap Cornuit. Hi, hallo, welkom luisteraars en luisterettes. Ja. En fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Cornuit legt uit. Ja, precies. Dit is aflevering 166 alweer. Ja. Gaat het toch vlot, hè? Ja, gaat hard, hè? Ja. Nou, mijn naam is Chantal Duval en Jaap is er nog niet. Nee. En ik denk ook niet dat hij nog gaat komen vandaag. Nee, ik weet het wel zeker. Nee, want misschien heb je het wel gehoord. Ja. Vorige keer is hij meegenomen door de politie, hè? Ja, omdat hij een bomaanslag wou plegen op de achtbaan in de tuin van de buren. Ja, precies. Ja, en dat kan niet, hè? Nee. Dus, Hallo, jongens! Hallo, Jaapie. Hallo. Jullie zijn al begonnen? Ja. Oh, maar... Ja, wij dachten dat je in de gevangenis zat. In de gevangenis? Ja. Hoezo? Ja, hoezo? Ja? Maar jij was vorige keer meegenomen omdat je een explosief wou plaatsen onder de achtbaan in de tuin van de buren. Een explosief? Wie zegt dat? Ja, nou ja, zeg. Dat heeft toch heel Nederland kunnen horen hoe jij een aanslag wou... Ja, nee. Wat? Ja, nee, je had het over die bom. Ja, jij zou een bom leggen onder de achtbaan... En dat was een stinkbom. Hè? Ja, dat is niet verboden, hè? Maar... Nee, dus de politie heeft me een paar tikken op mijn billen gegeven en toen mocht ik weer weg. Oh. Ja. Oké. Waarom ben je dan zo laat? Waarom ik zo laat ben? Ja. Nou ja, ik moest nog even langs de KVK. De KVK? Ja, de Kamer van Koophandel. Ja, precies. Ja. Maar wat moet jij bij de KVK? Nou, ik heb een politieke partij opgericht, hè? Ja. Een politieke partij? Ja, Intertoys Toekomst Nu. Oh. Oh, dat is wel een goede naam. Ja, maar waarom dan? Nou, dat zal ik je vertellen. Ja? Nou, het is echt godgeklaagd hier in Nederland, hè? Ja? Nee, het gaat alle grenzen te buiten. Oh. Ja. Nee, er moet paal en perk gesteld worden. Oh ja? Ja, oh. Precies. Ja. Ja. Maar is er misschien iets specifieks waar je op doelt? Nou, zeker weten. Oh ja? Ik zit hier heel de week al met 4 Mbit per seconde maximaal als internetdownloadsnelheid. Oh. Dat is toch abnormaal? Zo. Dat kent u niet meer. We leven in 2024. Hoe is het mogelijk? Ja. Oh, is het alweer 2024? Hè? Wat? Dan moet ik mijn klok vooruitzetten. Ja. Oh. Oh ja. Ja, zomertijd. Ja, het is zomertijd geworden. Ja. Ja, hoe laat is het nu eigenlijk? Het is zomertijd, dus het is precies een uur later. Oh ja, een uur later. Hè? Oh, ja, maar... Ja. En het is ook Pasen geweest, hè? Ja. Oh ja. 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 Heb je nog iets leuks gedaan? Nou, wat ik gedaan heb? Ja. Nou, ik mocht weer een paaspreek houden in de kerk van de straat waar ik woon. Oh. Ja, luister maar. Oh. Ja, beminde luisteraars en luisterettes. Het zijn bizarre tijden vol rampspoed en tegenslag. En daarom is het juist nu extra belangrijk om eens stil te staan bij de belangrijkere zaken des levens. Een goede internetverbinding. Want hoe kunnen wij de rust en vrede bewaken met een downloadsnelheid van slechts 4 Mbit per seconde? Dat is nog niet eens een halve megabyte. Zo kunnen wij toch niet volwaardig consumeren? Het binge-watchen van slechte Netflix-series is ons onmogelijk gemaakt door de geprivatiseerde wanpraktijken van ene Ziggo Services BV. Ja, mensen, er rest ons een ondraaglijk lijden. Zoals ook onze heer, Sinterklaas... Ons voorging in betere tijden, toen de Netflix-series van betere kwaliteit waren en het internet nog snel was. En daarom spreek ik tot u. Volg mij, laat mij uw morele kompas zijn, uw politiek leider, uw messias en of heiland. En stem op mijn politieke partij, Intertoys Toekomst Nu. Een stem die gehoord mag worden, voor een betere wereld met beter internet... En betere series op Netflix. In de naam van de paashaas, de Sinterklaas
de pindakaas en het kippengaas. Amen. Doei. Oh mijn god. Mooi hè? Ja. Ja, nou, ik hoop niet dat we daar weer problemen mee krijgen. Hè? Problemen? Hoezo? Nou... Nou, die internetsnelheid van Ziggo, ja, dat heeft gewoon te maken met geplande werkzaamheden. Hè? Ja, je had toch een brief gekregen? Een brief? Oh ja. Ja, ze zijn bezig met de kabels of zo. Ja. Hè? Ja, en dan zou je tijdelijk langzamer internet hebben, of af en toe helemaal niet. Oh, maar... Nee joh, dat is allemaal... Ja, ja. Wacht eens even. Hè? Nee, wacht, nou, jij zit mijn politieke partij te ondermijnen, hè? Nee, maar... nee, ik weet het wel. Ja. Je krijgt gewoon smeergeld van Rusland. Van Rusland? Oh, is het zo? Ja, precies. Oh. En dat is echt weer zo'n praktijk die je kan verwachten van zo'n slome vetklep als jij, hè? Oh. Nee, en nou is het genoeg, Jaap Kornuit. Oh, maar... Frank, laat je dat zomaar toe? Hoor je dat, wat hij zegt? Ja, ik hoor het. Vind je dat normaal? Ja, hij doet het wel vaker, dus ik vind het eigenlijk wel normaal. Ja, dat is toch volkomen normaal? Wat is het nou? Nee, dat is niet normaal hoe jij mensen toespreekt soms. Ja, het zijn maar woorden. Nee, dat kan echt niet, Jaapie. En Frank, ja? Je moet wat meer voor jezelf opkomen, hè? Oh. Nee, geef gewoon je grenzen aan, want dit is echt grensoverschrijdend wat hij doet. Oh, grensoverschrijdend? Ja. Oké. Nou ja, zeg. Jongen. Hou je mond, Jaap. Ja, is goed. Hé, mijn god, wat een puinhoop weer. Ja, dat doe je zelf. Hou vol, Jaap. Ja, hou vol. Community. Hé, oh. Hallo? Wat, Ja, Frank. Ja? Ja, jij had toch tekst op die jingle? Ja. Ja, waarom doe je dat dan niet? Oh ja, daar had ik even geen zin in. Nee, dat snap ik wel. Oké. Oh ja? Nou goed, Ja? Oké, Zeg het eens. Ja, community, leuk. Ja, leuk. Oh ja, ik wou voordat we beginnen, wou ik even een huishoudelijke mededeling doen. Oh? Als jij die luistert. Ja? Als jij YouTube hebt op die computer van jou, of ja? Je telefoon. Oh. Subscribe dan even op ons YouTube-kanaal, hè. Oh ja. Ja, want we hebben daar maar 205 abonnees. Ja. En, Zo, dat is veel. Dat is een beetje belachelijk, want ik heb er minstens 1000 nodig, hè. Ja, dus, Oh ja, waarom dan? Ja, als je nou nog niet gesubscribed bent, doe het even. Ja, doe het even. Ja. Want, dat is belangrijk. Oké, goed, Waarom is dat belangrijk? Ja, weet ik veel. Dat is belangrijk, toch? Ja? Ja, dat is belangrijk. Ja? Nou, op Apple Podcast zijn we van een 4,7 naar een 4,8 gestegen. Zo, dat is mooi. Ja, hartstikke mooi. Ja. En dat komt door de recensie van Mark de Groot. Oh. Hij geeft 5 sterren en hij schrijft... Zo. Krom van het lachen, dat is de titel. En de tekst is... Aflevering 165 was zo goed... Ja? Dat ik tijdens het wandelen zo hard moest lachen... dat anderen buiten me gek aankeken. Oh. Ga zo door. Ja. Ja, ze kijken mij buiten ook altijd gek aan. Oh. Ja, dat verbaast me daar weer niks. Nee, mij ook niet. 1, 2, 3 uitroeptekens. Oh. Niks, hè? Ja. Ja. Ja, leuk, hè? Ja, heel leuk. Ja. Dankjewel. Ja, en ik heb Mark de Groot ook gezien op Instagram. Want we hebben een Instagram. Ja, daar doen we verder niks mee, maar oké. Nee. Maar daar heeft hij ons ook gevolgd. En ik zie, hij heeft zelf ook een Instagram kanaal. Een account. Ja. En dat is dus, even kijken, Mark onderneemt. Ja, met een C. En hij onderneemt. Ja. Ja, dus hij is ook bij de KVK geweest, denk ik. Ja, ja, dus leuk. Als je nou zin hebt om te kijken wat hij onderneemt, ga even kijken op zijn Instagram. Ja, leuk. Ik ga even kijken. Ja, en dan de continuing saga van Kaasmoeder. Ja. Ja, want die had zijn recensie. Die zei van, ik ga hem nooit meer aanpassen. Nee. Dus die heeft zijn recensie weer eens aangepast. Oh. En die schrijft nou als titel smiley face op zijn kant. Ja. Traantjes en dichtgeknepen oogjes. Oh, leuk. En daarvoor staat een vraagteken met een vierkant. Kan ik niet lezen. Hè? Dus ik heb geen idee wat het is. Nee. En er staat beste podcast. Nee. Beste topcast ooit. Ja. Zo, dat is mooi. En de tekst is nu... Ja. De beste podcast ooit is weer begonnen en wordt gesponsord door mij. Oh. Ga naar www.zusterschepen.nu voor een tocht met de beste clippers van het wat. Hè? Ja. Wat is... Ja, dan moet ik even uitleggen. Ja. Want maar zijn vader van die jongen die... we gaan zijn naam niet meer noemen, want hij is 12. Ja, ja, Valentijn. Oh. Ja, wat zeg ik nou net? Ja. Ik zeg toen net dat ik zijn naam niet meer ga noemen. Ja, dan ga je zijn naam noemen. Ja. Oh ja, ik dacht dat je het vergeten was. Sorry hoor. Nee, ik ben het niet vergeten. Nou, dan knip je het er maar uit. Nee, dat ken je niet. Het is live. Nou, dan doe je het een andere keer. Je gaat toch door. Nou goed, deze vader heeft dus een bedrijf. Oh. Ja, dus die is ook bij de KVK geweest. Oh ja, dat zal dan wel. En dan kun je met die vader kun je meevaren op een boot. Oh? Ja. Oh, een boot. Is dat met water? Ja, dat is met water. Ja, daar hou ik niet van, want dat is nat. Water is altijd nat. Ja. Oh, en vorige keer zei je dat je niet van zand hield. Nee. Wat vind je dan wel leuk? Patat, daar hou ik van. Ja, maar dat vaart zo lastig, hè? Patat. Hé, ja, maar het is ook niet om te varen. Je moet het opeten. Oh, mijn god. Ja, lekker. Met een beetje mayo. Oké. Ja? Nou, heb je dus zin om met zijn vader een tijdje op een boot te zitten? Ja, is het een leuke man? Zusterschepen.nu. Oh ja. Ja, dus is leuk. Dus ga eens even kijken. Ja. Ja. Nou, ik ga wel even kijken. Nou, ik ga niet kijken. Oké, dan. Op Spotify is er ook weer gereageerd. Ja? Ja, vertel eens. Inge IJM schrijft... Ja? Goed liedje, blijf lekker hangen. Oh. Smiley face. Ja?
Met 1, 2, 3, 12 uitroeptekens staat er tussen haakjes. Ja. Nou, goed liedje. Wat was het ook alweer? Ik weet het niet meer. Nee. Ja, het blijft lekker hangen. Ja. Oké, dan Wilma Mackey Kruis heeft gereageerd. Ja. Wauw, wat was het weer een hele fijne aflevering. Ja. Aflevering. Ja. Vol leerzame grappen en een nieuw leuk lied erbij. Oh, een lied, ja, ik weet niet meer. Leuk lied. Fijn dat Jaap weer goed in zijn vel zit. Ja, zeker nu ik een politieke partij ben begonnen. Ja. Oké, en Jayant van Leusden die schrijft... Ja. Hoi Kornuit, het e-mailadres Kornuit legt uit gmail.com werkt niet. Hè, werkt het niet? Frank, waarom werkt het niet? Oh ja, nee, dat werkt niet, want dat hebben we niet, hè. Kornuit, dat is niks. Hè? Nee. Oh. Nee, maar hij is er inmiddels al achter, hoor. Oh, hoe weet je dat? Hè? Ja, dat hoor je zo. Oh, dat hoor ik zo. Ja. Oh, oké. Nou, dan hoor ik het zo. Ja. Goed, Nathan, die is er ook weer en die schrijft weer een leuke aflevering. Ja. Oh, en Frank, sterkte het duimpje omhoog. Oh ja. Ja. Hè? Ja, nou ja, ik was toch ziek. Oh ja. Moest heel de tijd overgeven. Ja, over onze nieuwe vloerbedekking. Ja, mijn vloerbedekking. Ja, gatverdekking. Ja, ik ben nog een week bezig geweest om dat te poetsen. Oh, nou krijg ik het nog steeds. Ja. Ja, ik krijg het er niet helemaal uit. Nou, dan moet je beter je best doen. Ja, maar waarom doe je het zelf niet? Ik ben je moeder toch niet? Nee, je bent mijn moeder niet, hè? Dat klopt. Oké, op YouTube, waar jullie dus allemaal niet op geabonneerd zijn, daar is ook weer gereageerd. Oh, even kijken hoor. Ja. Goldilocks die schrijft... Oh. Valt me tegen dat Chantal zich om heeft laten kopen voor een gratis ritje in de achtbaan. Ja, nou inderdaad. Nou ja, het was er niet één, hè. Het waren er 815. Ja, ja. Wie kan daar nou nee tegen zeggen? Ja, ja nou weet ik het wel. Ja, niemand, nee. Oké. Ja. Samot. Samot. Hier, Samot. Ja. Ja, je weet wel, die kennen we nog van vroeger, de trouwe luisteraar. Ja. En die zegt, holy shit, bestaan jullie nog? Ja, zeker. Even kijken. Hè, wat? Ja, ik besta nog. Jij ook? Ja, ik denk het wel. Ja, hey, wat leuk dat je er weer bij bent, Samot. Ja, leuk. Ja, toch? Oké, en Piet Patiens, 9296. Ja. Die schrijft, over dat gedoe met artificial intelligence. Ik moet er niet aan denken, kan behoorlijk uit de hand lopen. Oh. Ik heb laatst een film gezien op Netflix waarbij alles ontregeld werd met die schepen, vliegtuigen en Tesla's en zo. Ja. Weet helaas de naam niet meer. Valt dit niet onder AI misschien? Ja, verder weer genoten van deze aflevering. En Frank, eigen schuld, dikke bult, moet je me niet vreemd gaan bij de buren. Nou precies. Ja, maar... Zo, nou heet ook zo een ander. Ik heb even een vraag, hè, want gaan we nou alle comments voorlezen? Alle comments? Ja, want dan duurt het programma straks anderhalf uur. Ja, het zijn er wel veel, hè. Ja. Worden er steeds meer. Ja, maar dat is toch leuk? Ja, dat is leuk. Ja, we zien wel. Oh ja. Hè? Oh. Maar goed, bedankt voor je reactie. Ja. En weet je wie er ook heeft gereageerd? Nee. Sonatech. Oh. Ja, dat is ook een luisteraar die al eeuwen meegaat met ons. Ja. En die schrijft hier op YouTube. Hoi allemaal, het is gelukkig weer tijd voor jullie podcast. Ja. Gefeliciteerd. En ik heb hier alle antwoorden van het quizzen. Ja. Met uitzondering van vraag 122, 143, 3, 73, 68, 14 en 154. Ja. Ben je benieuwd jongens? De groeten. Oh. Ja. Even kijken we 1, 2, 3. Nou, hij mist er zeker wel 8 vragen of zo. Nee, 7. Dan ga je denk ik niet winnen. Nee. Nee, maar hij heeft dus over de superfan quiz. Ja. Dat moeten we even vertellen voor degenen die dat nog niet gehoord hebben. Oh, ja. In aflevering 164. Ja, 164. Heeft Chantal 20 vragen gesteld aan jullie, de luisteraars. En luisterettes. Ja, en luisterettes. Ja. En degene die ze allemaal goed heeft, nou, of in ieder geval de meeste, ja. En dat kan je via onze website in de comments je antwoorden plaatsen. Ja, dan kan je daar neerzetten. Ja. Die wordt dus de superfan van het jaar 2024. Ja, leuk toch? Ja, en er zijn speciale privileges aan verbonden, dus het is echt wel de moeite waard om het te gaan doen. Hè? Dus heb je het nog niet gedaan? Nee. Doe dat dan even. Ja, doe dat even. Oké, zijn we er dan? Nee. 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 Want dan hebben we nog de reacties op de website. Ja, precies. Ga ik even doorheen. Ja. Floor schrijft, die rugzak, dat weet wat, die kent iedereen wel op zijn of haar eigen manier. Ja. Kon je die maar bij de wekelijkse was uitwassen en dan weer fris beginnen? Nou, inderdaad. Verder weer grote klasse aflevering. Nou, hartstikke bedankt, hè. Dat vonden wij zelf ook. Ja, dankjewel. Dan Happy Kaas Valen. Nee. Oké, Happy Kaas iemand. Ja. Leuke uitzending weer. Zullen we Jaapje ooit terugzien? Nou, ik ben er, hè. Je hoort het. Ja, hij is er weer. En hij wil graag... dus die reclame voor zijn vaders website hebben we net gedaan, hè. Zusterschepen.nu. Ja. En hij vraagt, is de website al klaar, Frank? Oh, ja. Hey Frank, hoe zit dat eigenlijk met die website? Je had toch klaar moeten zijn? Ja, hoe staat het daarmee? Nou, hij is nog niet helemaal klaar. Nee. Ik ben nou bezig. Ja, ik bouw hem in PHP, OOP, hè, dus Object Oriented Programming. Wat? En ik maak daarbij gebruik van het MVC-model. MVC? Dus dat is Model View Controller. Ja, maar de database-koppeling gaf wat problemen, maar dat is inmiddels opgelost. Oh. Maar ik heb nog wel wat andere tech-debt. Ja, maar... Want ik moet bijvoorbeeld... Nee, dat wil ik helemaal niet weten. Hè? Ik wil gewoon weten of hij al bijna klaar is. Bijna klaar. Ja? Oké. Ja. Ja, want ik heb hier 2 tekeningen gekregen van Jayant van Leusden. Oh, heb je toch... Ja, dat had hij gemaild. Ja. Oh. Ja, ik zei je toch dat hij
het goede e-mailadres zou vinden. Ja, oh ja. Leuk. Naar het goede e-mailadres, ja. Want ze willen allemaal weten hoe wij eruit zien, hè. Dus had ik gezegd van, ja, stuur dan even een leuke tekening van hoe dat jij denkt dat wij eruit zien. Ja, precies. En die wil ik graag plaatsen op die website, dus dan moet die wel af zijn. Ja, hij is bijna af. Oké, dus Giant heeft alvast 2 tekeningen gestuurd. Een van Frank en een van Chantal. Wat leuk zeg. En die wil ik graag op de website plaatsen, dus die hou je nog even te goed, oké? Nou, ik ben wel benieuwd hoor. Maar alvast bedankt. Ja, superleuk. Leuk hè? Ja, en als jij nou ook een tekening wil maken, stuur die dan even naar ons e-mailadres. Ja, kornuit. Nee, kornuit legt uit at gmail.com. Ja, dat is precies. Oké, nou dat was er weer genoeg community voor vandaag. Zo. We hebben nog meer te doen. Ja. Nee, jij bent een paar reacties vergeten. Breek het nieuws. Frank? Ja, je bent een paar reacties. Frank? Ja, je was nog een paar reacties. Frank? Ja, wat is er? Jingle. Oh ja, daar komt ie. Brekend nieuws. Brekend nieuws bij Kornuit legt uit. Brekend nieuws. Altijd het laatste nieuws als eerste. Jaap? Lekker bakkie, Chantal. Ja? Ja. Mooi. Frank, ja, ik moest nog even zeggen. Ja, de decaf is op. Oh. Ja. Ja, ik heb het op een boodschappenlijstje staan, maar ik wacht nog even tot er een aanbieding is, hè. Oh ja. Ja, het is allemaal zo duur tegenwoordig. Ja, dat is ook zo. Decaf? Hè? Wat is decaf? Oh. Ja, dat is koffie zonder cafeïne. Hè? Ja. Wat moet je nou met koffie zonder cafeïne? Ja, dat is voor mensen die niet wakker willen liggen tot 2 uur 's nachts, hè. Nou ja, zeg. Wat een flauwe keul. Hè? Hoezo? Koffie staat toch synoniem voor wakker blijven? Nou. Dat moet niet gekker worden. Hè? Straks krijg je ook nog water dat niet nat is. Ja, maar... Of een sigaret waar je geen kanker van krijgt. Wat een flauwe keul. Jeetje. Nou ja, als het water niet nat zou zijn, dan zou ik misschien meegaan met die zusterschepen. Ja, maar dan kwam je niet zo ver, hè? Huh? Oké. Okay. Nee. Goed. Wat staat er allemaal in de Telegraaf van vandaag? Ja, wat staat er? Ja, binnenkort is het weer Koningsdag. Ja. Op zaterdag 27 april is het weer zover. Ja, leuk. Dan hebben we allemaal een dagje vrij. Nee. Wacht even. Want het valt op zaterdag. Nee, we hebben maar geen dagje vrij. Nee. Want het valt op zaterdag. Ja, dat zeg ik. Ja. Ja. Nee, als het nou op zondag viel, dan had hij het door de week gedaan. Ja, waarom eigenlijk? Nou ja, omdat dat een christelijke dag is, toch? Een rustdag. Oh ja. En dan viert hij het door de week en dan hebben we allemaal een dagje vrij. Ja. En nou valt het op zaterdag en dan hebben we geen dagje vrij. Nee. Wat is dat nou weer flauwekul? Nou ja, dat is jammer, maar dat is toch niet zo erg? Niet zo erg? Nee. Hoor je jezelf ook wel eens praten? Hè? Dat is vreselijk, Chantal. Jij, we worden gewoon beroofd van een vrije dag. Zo. Nou. Het is allemaal de schuld van die monarchie. Oh. Hè? Ja, nee, wacht even. Ja, maar... Dit gaat onmiddellijk op de agenda van mijn politieke partij. Oh. Ja, hier, in het programma. Zo. Ja. Weg met de monarchie. Weg met de monarchie? Ja, weg met monopolie. Ja, maar En een verplichte vrije dag op Koningsdag. Ja, maar... En niet in het weekend. Nee, geen monopolie in het weekend. Echt niet. Nee, precies. Goed, wat staat er nog meer in de Telegraaf? Ja, wat staat er? Jaap Kornuit start eigen politieke partij Intertoys Toekomst Nu. Hè? Nou, dat staat er niet. Ja, dat staat er wel. Nee, joh, dat staat toch niet in de Telegraaf? Dat kan nooit. Ja, nou kijk dan, het staat er hier echt. Hè? Oh ja. Oh ja, maar je hebt het er zelf ingeschreven met ballpoint. Ja, maar goed, in de Telegraaf is in de Telegraaf. Nou, ja, precies. Dus ik wil iedereen even oproepen. Ja. Stem op mijn partij Intertoys Toekomst Nu. Ja, en jij denkt dat mensen dat gaan doen? Ja, natuurlijk gaan ze dat doen. Nou ja, maar er staat op jouw programma beter internet van Ziggo. Ja. En het afschaffen van het Koningshuis. Ja, precies. Dat is toch geen programma? Ja, maar dat is niet het hele programma. Oh nee? Nee, joh, er staat nog veel meer op. Oh, wat staat erop dan? Nou ja, er staat bijvoorbeeld op stemrecht voor de jeugd. Oh. Oh ja. En jij denkt dat de jeugd zich interesseert in politiek? Nou ja, ze zullen wel moeten. Oh ja? Ja, want er is geen toekomst. Huh? Geen toekomst. En daarom hebben we een toekomst nodig. En wel nu. Ja. Ja, want er is klimaatverandering, hè, door de opwarming van de aarde. Ja. En dat komt dan weer door de vervuiling. Ja. Ja. Ja, er zijn veel te veel mensen op aarde, hè. Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, maar van mij is er maar één. En daarom zijn er ook te weinig woningen, want het is schaarste en het is allemaal veel te duur. Je kan het helemaal niet betalen. Nee. Ja, en het geld is ongelijk verdeeld, hè. Dus heel veel armoede en de rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. Ja. En hoe moet dat dan met de jeugd als ze laten groot zijn, hè? Moet ze dat dan doen? Nee? Ja. Nee, er is geen toekomst, dus die toekomst moet er komen en wel nu. Ja. Ja, dus dat zeg ik, stem op mijn partij. Ja, wie moet er precies op jouw partij stemmen? Nou ja, zeg, ik praat toch geen Swahili? Huh? Nee, Chantal, hij praat Nederlands. Ja, de jeugd, Chantal. Oh. Het gaat om de toekomst van de jeugd, dus de jeugd moet zelf stemmen natuurlijk. Ja. Ja. Maar ze mogen toch pas stemmen vanaf 18? Ja, nou ja, je zit ook niet op te letten, hè? Hè? Ja, ik zeg toch dat op mijn partijprogramma staat stemrecht voor de jeugd. Maar hoe kunnen ze dan op jouw partij stemmen als ze nog geen stemrecht hebben? Hè? Dan moet je eerst in de kamer zitten, toch? Ik zit heel vaak in de kamer. Oh, jee. Dat is een beetje een vicieuze cirkel, volgens mij. Oh, mijn god. Wat is dat, een vieze cirkel? Wat zeg je nou? Dat is een beetje een probleem, geloof ik. Ja, dat dacht ik ook. Oh.
Ja? Nou dan moeten de ouders gaan stemmen op mijn partij. Ja, ja. Ja. Ja, en waarom precies, hè? Wat is er zo interessant aan dat programma van jou voor hun? Ja, dan moet ik nog iets bedenken. Ja, dan moet je nog iets bedenken. Nou, daar kom ik wel mee. Ja, ik verzin wel wat. Ja, ja. Goed, wat staat er nog meer in de Telegraaf? Ja, wat staat er? Het was Wereldautisme-dag. Oh ja, Wereldautisme-dag. Oh ja. Ja, als je één dag in het jaar mag vertellen wat autisme is... Ja? Op welke dag kun je dat dan beter doen dan op Wereldautisme-dag? Hè? Maar... En wat is autisme eigenlijk precies? Ja. Nou, het staat hier. Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden. Ja. Dus dat lijkt me duidelijk. Oh, hè? Maar... Maar op welke gebieden dan? Hè? Welke gebieden? Ja. Weet ik niet. Je moet de kaart van Nederland even erbij pakken, maar die heb ik nou niet. Hè? De kaart van Nederland? Ja. Nou, nee, ik weet het wel. Ja? Het zijn de gebieden sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken, bewegen en handelen, zintuigelijke prikkelverwerking en het filteren en integreren van informatie. Oh, zo. Ja. Ja, ja. Ja, dat klinkt wel mooi, maar wat betekent dat dan precies? Ja. Geen idee. Oh. Nou, dat betekent dat je elke keer mijn uitzending loopt te verstieren. Ja. Hè, autist? Nou. Nou, wij zeggen liever neurodivergent. Oh. Behalve in Engeland. Ja. Want daar zeggen ze liever neurodivergent. Jongen. Ja, want ze spreken daar geen Nederlands, hè. Ze spreken daar Engels. Ja. Nou, ik vind niet erg dat je autistisch bent. Nee. Maar was je maar niet zo'n slome vetklep, hè. Nou, maar ja, zeg. Luister eens even. Ja. Ja, ik heb het aan het begin van de uitzending ook al gezegd. Oh. Dit is niet normaal, hoor, hoe jij doet. Oh. Frank? Huh, ik? Nee, Frank, jij moet echt beter leren je grenzen aan te geven, hoor. Oh. Ja, je laat compleet over je heen lopen. Ja? Ja, dat is niet normaal. Sorry Chantal, maar ik ben ook niet normaal, hè? Oh, ja, nee. Nee, ik ben autistisch. Ja, hij is autistisch. Ja, maar er is niks mis met... Ik ben een soort superheld. Oh. Oké, dit was Breek het Nieuws. Ja. We gaan wat anders doen. Je luistert naar Cornuit legt uit. Psychologisch. Hmm. De gedeelde wereld van de ziel, huh? Het woord en de gedachte. Psychologisch. Ah ja. De logica achter menselijke gedragingen. Ah. Ja, hi, hallo. Ja, hallo. Mijn naam is Chantal Duval. Ja. En dit is mijn rubriek Psychologisch. Ja. En deze keer wil ik het met je hebben over ja. grenzen aangeven. Oh, oké. Okay. Ja, want we leven in een hele drukke wereld, hè? Zo, echt wel. En zonder dat je het weet, ja. gebeurt er iets waar je eigenlijk, wat je eigenlijk vervelend vindt, hè? Of waar je last van hebt. Ja. En dan is er eigenlijk over je grens gegaan. Oh ja? En dat kan dus iets zijn zoals dat je op de kermis loopt en dat je heel veel last hebt. Dat je wordt overprikkeld door alle herrie van al die apparaten en van de attracties op de kermis. Ja. Hè? Ja. Of er zijn mensen die je dwingen om iets te doen wat je niet helemaal niet wilt. Hè? Of, of ze komen heel erg dichtbij en dat voelt dan onprettig. Oh, ja. En dan is het belangrijk dat je beseft van, hey, dit vind ik niet prettig. Ja. En dat je dan ook je grenzen kan aangeven. Hè? Ja. Zodat je je grenzen kan bewaken. Zodat je er eigenlijk nooit last van hebt. Oh ja. Ja. Oké. Okay. Hoe kun je dan je grens aangeven? Ja, Chantal, hoe kun je eigenlijk je grens aangeven? Dat is eigenlijk heel simpel. Oh ja, is dat simpel? Ja, dat is heel simpel. Oh, oké. Okay. Ja, zeg gewoon stop. Ja. Of nee. Zo. Ja. Is dat alles? Ja, dat is alles. Nou, dat is inderdaad super simpel. Ja, toch? Ja. Maar ja, het is wel goed om te weten waar je eigen grenzen liggen, hè? Oh. Dus je kan dat thuis oefenen. Oh ja? Als je een stuk touw hebt en je legt dat een stukje voor je op de grond. Ja. Hè? Dat is dan eigenlijk je grens. Oké. Okay. En dan gaat er iemand aan de andere kant staan, een stukje verderop. En die loopt dan langzaam naar dat touw toe. Ja. En het is de bedoeling dat hij er niet overheen stapt, hè? Dat jij op tijd moet zeggen, stop. Ja, oh. En dat die persoon dan stopt en niet over jouw grens heen gaat. Oh ja, ja, ik snap het, geloof ik. Ja, nou, dat is een leuke oefening om te doen, hè? Ja. Dan kun je leren waar je grens ligt en hoe je je grens moet aangeven. Ja. Ja. Maakt het nog uit wat voor touw dat is? Nee, dat maakt niet zoveel uit. Nee? Nee, neem gewoon een stukje van een meter of zo. Oh ja. Ja, maar Chantal. Ja? Je had het over de kermis en last van herrie en zo. Ja. Ja, maar dat heb ik ook altijd. Maar ik ken toch moeilijk naar al die attracties gaan en zeggen van, ken die herrie even uit? Oh nee. Nee, dat klopt. Nee. Maar dan dat heeft eigenlijk te maken met dat je dan tegen jezelf stop moet zeggen. Hè? Dus huh? Dat snap ik niet. Dat je niet zelf over je eigen grens heen gaat. Oh ja, dus dat ik gewoon wegga. Ja. Ja, of je stopt dat touw in je oren. Of dat. Oh ja, dat is misschien wel een goed idee. Ja, nou, dat was het. Ja. Oké, okay, nou, ik vond dat je het echt heel goed gedaan hebt, hoor. Ja, ja? Ja echt heel goed. Ja, dankjewel. Ja, echt heel goed. Ja, ja hoor, ja, heel, goed. Heel goed. Ja, ja. Oké, okay, we gaan iets anders doen. Reclame! Hou je ook zo van water? En vind je niet erg dat het nat is? Ga lekker varen. Met de vader van Valentijn.
Oh nee. Kaasmoeder. Kijk gauw op zusterschepen.nu en ga lekker varen. Doei. Jezus. Reclame! Zin in een filmpje? Is het een hit of is het dikke shit? Filmtip. Lekker even weg van huis of toch maar weer liever voor de buis? Filmtip. Hier komt de filmtip. De ongezouten mening over de laatste films. Filmtip. Ja, de filmtip. Ik heb even helemaal geen zin in een filmtip. Ja, hè, wat? Ja, maar... Nee, Chantal zegt dat ik mijn grens aan moet geven. Ja, maar... Dus, bij deze. Nee, luister eens even, Frank. Ja? Nee. Wat? Jij werkt voor mij, hè? En dus ik heb het voor het zeggen, dus niks grenzen aangeven. Oh, maar... Jij gaat gewoon die filmtip doen en daarmee klaar. Ja. Oké, maar wat voor filmtip dan? Doe hem maar over Ghostbusters Frozen Empire. Ja, maar die heb ik nog helemaal niet gezien, want die is nog helemaal niet uit. Ja, maar... Nee. Nee, tegen de tijd dat mensen luisteren is die wel uit. Dus je doet maar net alsof, ja? Oh. Ja, anders kun je gaan. Oh, nou dan ga ik maar. Nee, je gaat helemaal nergens heen. Oh, maar ik dacht... Even... Je gaat nou die filmtip doen. Oh ja. 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 Mijn naam is Frank Groot. Ja. En dit is weer een nieuwe filmtip. Yes. En de filmtip van deze keer gaat over... Ja, Ghostbusters. Ja, Frozen Empire. Frozen Empire. Precies. Voor fans ook wel afgekort tot GFE. Hè? Nee joh, dat betekent heel wat anders. Oh ja, Girlfriend Experience. Ja. Ja, en waar gaat die over? Ja, dat weet ik niet, want ik heb hem nog niet gezien. Nee. Ja, vertel het. Ja, het gaat over allemaal spoken, hè. En allemaal mensen die gaan op die spoken jagen. Ja, precies. En, maar het is bijzonder, want deze keer doen ze dat niet met die... Wat? Waar heb je het over? Proton packs die ze normaal hebben. Nee. Maar ze doen het met pijl en boog. Hè? Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja, dit staat nergens op. Ja, en ook de Ecto 1, hè, die auto, die hebben ze weggedaan. En die, ze gaan nu op de fiets. Hè? Ja. Op de fiets? Ja, en ook bijzonder is dat die dode Ghostbuster, Harold Ramis. Ja. Ja, die heet, hoe heet je ook weer? Ja, Egon Spengler. Ja, die. Ja, die komt dus weer terug in deze film. Oh. Maar dan in de vorm van een nachtkastje. Hè? Ja. In de vorm van een nachtkastje? Ja. Ja, maar dat kent toch helemaal nooit? Hoezo? Ja, maar dit is allemaal flauwekul wat je hier zit te vertellen. Heb jij hem gezien dan? Nee. Nee, nou, ik ook niet. Oh. Maar ik heb nog wel wat leuks. Ja? Ja, want in Japan, daar komt hij ook uit. Oké. Okay. En daar hebben ze een liedje gemaakt. Oh? Ja, er is een Japanse meidengroep, die heet Atarashi Gakko. En die heeft een Ghostbuster liedje gemaakt. Oh. Hier, luister maar. Ja, leuk, joh. Ja, nee. Ja, hou je van spoken en van jagen op spoken, dan zou ik zeggen. Ja. Kijk zelf maar even of je hem gaat zien. Ja, kijk zelf maar even. Mijn naam is Frank Groot. Ja. En dit was de filmtip. Mijn god. Filmtip. Je luistert naar Cornuit Legt Uit. Elke keer op een of andere dag, om een of andere tijd. Cornuit Legt Uit. Met jou, Cornuit. Lekker live. Tijd voor muziek. Lekker genieten van lekkere muziek. Live muziek. In de studio. Bij Cornuit Legt Uit. Ja, maar Chantal, Nee, ik heb het wel geprobeerd, maar blijkbaar heb ik toch niet helemaal goed mijn grenzen aangegeven. Nou, weet je... Hoe zit dat dan? Wat deed ik dan verkeerd? Ja, op zich deed je niks verkeerd, hoor. Nee? Maar er zijn nou eenmaal mensen die zijn gewoon heel vervelend, hè? En dan kun je grenzen aangeven wat je wil en die respecteren dat gewoon niet. Oké, okay, Nee, dan kun je beter maar gewoon weggaan. Oh, weggaan. Ja. Ja, dat gaat toch niet werken. Nee. Zeg, Turtledivies, als jullie klaar zijn met roddelen... Oh. Ja, dan wou ik even verder met het programma. Ja. Ja? Ja? Oké. Okay. Ja, ga maar verder. Ja, goed. Jij hebt het kunnen horen, hè? Ja? De maat is vol. Ja. Het is tijd dat we onze grenzen gaan aangeven. Ja, precies. En vandaar dat ik mijn eigen politieke partij ben gestart. Ja. Intertoys Toekomst Nu. Ja, waarom eigenlijk Intertoys Toekomst Nu? Ja, waarom eigenlijk? Hè? Oh... Ja, dat is beetje raar, toch? Hè? Dat is een sponsor. Sponsor? Ja, dan krijg ik een beetje geld van... Ja, dat vond ik wel handig. Ja, maar dat vind ik raar. Ja, dat hoor je toch de hele tijd? Heineken Music Hall en... de Ziggo Dome. Ja. Ziggo. Ja, maar voor een politieke partij vind ik dat een beetje raar, toch? Ja, maar... Chantal, de tijden veranderen, hè? Ja. Het is 2024. Ja. Ja, je moet een beetje met je tijd meegaan. Ja, maar ik vind niet dat je politieke ideologie kunt mengen met commercie. De wat? Met de hoe? Nou... Nou, dat je politie-idioterie niet moet mengen met komkommer.
eens. Nee. Ja. Heb je jezelf wel eens horen praten, Chantal? Hè? Het slaat helemaal nergens op. Oh. Nee. Maar goed. Maar, bij ons in de studio is niemand minder dan mijn goede vriend en expert in alles. Ja. Ton Deuzen. Ja. Welkom, Ton. Ja, welkom. Ja, dankjewel. Ja. En jij hebt een lied geschreven, hè? Ja. Ja, leuk. En waar gaat het over? Hè? Nou, dat weet je toch wel. Ik moest van jou een campagnelied maken voor die politieke partij van jou. Oh. Ja, maar dat is leuk voor de luisteraars. En luisterettes. Ja, en luisterettes. Ja. Als jij dat vertelt, hè? Oh. Ja, omdat jij het geschreven hebt. Oh ja. Maar goed, ja, dat klopt. Nou ja, dat dus. Ja, en hoe heet het lied? Het heet Vooruit met Jaap Cornuit. Ja. Nou, ik zou zeggen, laten we meteen beginnen. Ja. 1, 2 en 1, 2, 3, 4. Vooruit met Jaap Cornuit. Dat is het enige dat helpt. Vooruit met Jaap Cornuit. De wereld is een vuilnisbelt. Vooruit met Jaap Cornuit. Kies voor volk en vaderland. Vooruit met Jaap Cornuit. Ja, gebruik toch je verstand. Omdat er nu geen toekomst is, ga ik in de politiek. Laat mij maar gauw de dokter zijn, want heel Nederland is ziek. De aarde wordt steeds heter en de zee die lijkt wel jus. Je kan ook nergens wonen, nee, we willen toekomst nu. Vooruit met Jaap Cornuit, dat is het enige dat helpt. Vooruit met Jaap Cornuit, de wereld is een vuilnisbelt. Vooruit met Jaap Cornuit, het is voor volk en vaderland. Vooruit met Jaap Cornuit, ja, gebruik toch je verstand. Ik hou van alle mensen, jong en oud en groen of geel. Een man of vrouw of onbekend, al zijn het er te veel. En hoe het geld verdeeld is, dat is ook zo ongelijk. Dus ik zeg, geef je stem aan mij, ik maak iedereen superrijk. Ja mensen, heb je er ook zo genoeg van? Maar het is vreselijk gesteld met de wereld, hè? Oh, oh. En helemaal in Nederland, jongen, jongen. Het lijkt wel alsof de ellende grenzeloos is. Maar je kan er wat aan doen. Dus ik zeg, laat het er niet bij zitten en geef je grens aan. Stem op mij, Jaap Cornuit, en mijn eigen politieke partij, Intertoys Toekomst Nu. Want wij eisen toekomst nu. Heb je altijd al gouden bergen willen hebben? Die beloof ik je. En als je speelgoed nodig hebt, ja, ga dan even naar de Intertoys. Oké, doei! Vooruit met Jaap Cornuit, dat is het enige. Ja, nou, ja. Dat was het. Ja. Dat was het voor deze keer. Allemaal bedankt voor het luisteren. Ja. Wat was het weer gezellig, hè? Zeker. Ja, en vergeet niet te liken en te abonneren. Ja, ook op YouTube. Ja, ook op YouTube. Ja. En dan zijn we er de volgende keer weer. Ja, en doe ook nog even mee, hè, met de quiz van Superfan 2024. Oh ja. Je kunt hem vinden in aflevering 164. Ja, en de volgende keer dat we er weer zijn, dan is waarschijnlijk onze nieuwe website af. Ja, maar ik moet wel even de FTP-server checken. En dan heb ik nog een leuke verrassing voor jullie. Huh? Oh. Oké, ik zou zeggen, doei! Houdoe. Naar de mazzel. Ja, maar Frank, die website moet dan echt klaar zijn, hoor. Ja, maar heb je wel eens een website geprobeerd te uploaden met 4 Mbit per seconde? Nee. Nou, dat gaat niet. Oh, man.